Okay, people, let's go to work. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe vrachtwagenchauffeur Vincent video. En in deze video gaan we natuurlijk weer een hele mooie lading droppen. Dat is wel de bedoeling, want vorige keer hadden wij een flink stukje gereden. Even kijken, we gaan nu een snelle vracht doen. En vorige keer zijn we naar België gereden, dat hadden we nog onthouden, dat hoop ik dat je dat hebt onthouden. En ik wou nu even wat anders gaan doen. Ik zie namelijk een aantal mooie vrachts hier. En ik denk, er zijn een paar bijgekomen, zie ik nu ook. We kunnen namelijk naar Londen toe. En we gaan gewoon kijken wat het meeste geld oplevert. Want we willen natuurlijk sparen voor die mooie truck. Die mooie eigen truck die we dan kunnen hebben. Even kijken. 3000 is denk ik het meeste wat we kunnen verdienen. Ik denk dat deze... Deze is denk ik het beste. Ik denk dat we deze doen. Daar was gewoon mijn oog of die... Nee, deze verdient het meest. De zaagselpanelen. Dat is wat voor Erik. Zaagselkop. We gaan de zaagselpanelen gaan we brengen van Lily naar Rotterdam. Oh, weer terug! Moet weer terug. Ja, dat is toch ook niet leuk, jongens. Nou, we gaan er gewoon wat leuks voor maken. Oké, we zijn weer in game, jongens. Ik heb gehoord van mensen die commenten onder in de video dat je met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 andere camera standpunten kan doen. Wow! Oh my god. It's a miracle. Point of view? Oh, wow. Dit is GTA. Dit is GTA zo. Als je dit ziet. Oh, dit is echt... Dit is ook GTA. Oh my god. Dit is veel beter. Alhoewel, het is al minder realistisch. Oh, het gaat wel helemaal de mist in, jongens. Het komt dat we dit zijn gewend, natuurlijk. Dit zijn we gewend. Dit beeld. Oké. We gaan even mooi parkeren achter die auto. Zo. En stilstaan. En ik hoorde dat je de ruitenwissers kan doen met... Oh, dat is als je naar links en rechts wilt. Oké, dus we moeten nu de knop naar rechts. En met P kan je ruitenwissers aan. Ook al regent het niet. Dikke YOLO. Oké, we gaan naar rechts, we gaan naar rechts, we gaan naar rechts. Het gaat goed, het gaat goed, het gaat goed. En stop. Kijk, dit is mooi weer rood licht, jongens. We zien wel weer dat we in België zitten. Kom op, groen. Ja, 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 daar komt hij. En gassen. Oh, hij reed bijna de rood. Badass. Dit ziet er wel gaaf uit zo, hè? Ik heb best wel een mooie zaagsel. Ik weet niet, waarom zou ik zaagsel moeten vervoeren? Kom op, hé. Waarom zou je in godsnaam zaagsel... Oké, nu gaan we naar die kant. Dus we moeten naar rechts toe. Ja, dat gaat goed zo. En... Ja. Oh, zie je, ik kan het wel een beetje. Dit is een goede rijinstructie voor mij. Als ik dit jaar mijn rijbewijs ga halen, is dat heel makkelijk. Ik ga natuurlijk niet voor vrachtwagenchauffeur. Nou, nu moet je voor mij ook naar rechts toe je richting aanwijzen doen. Oké. Mooi bochtje. Dit is een mooi bochtje, jongens. Ik voel het, ik voel het. Scherp bochtje. Mooi zo. En stop. Oké, de volgende moeten we naar links. Dat kan wel kloppen, want vorige keer kwamen we aan bij dit mooie, mooie pandje. En wat gaat die gozer voor me doen? Niet remmen, niet remmen, niet remmen, niet remmen. Goed zo. Maak maar een mooie bocht. Ik neem de buitenbocht. Kijk eens. Oh. Perfect. Nou, dit is echt... Dit is het leven van een vrachtwagenchauffeur, jongens. Je kan het nou echt voelen, hè? Ik mis alleen nog die hele dikke, vatsige sigaar in mijn mond. Dat maakt het gewoon af. En een bakje koffie hier. Zo. Mm. Mm. Koffie ziet een beetje anders uit. Kleur. Wat hebben we? Nieuw bericht. Jongens, ik heb het al verteld. Ik kan niet mijn berichten gaan nakijken als ik aan het stuur zit. Dat is een niet... Nou, oké, we kunnen het proberen. Ik weet niet eens hoe ik het moet zien. Volgens mij met F8. Er zijn geen korte berichten. Oké, daar krijgen we F6. Lading. Zaagselpanelen. Bestemming Rotterdam naar Transinet. Maandag 14:15. En we moeten hem leveren voor 9:55. Oké, seems logic. En ik wil in deze aflevering... Kijk eens, zie je een luchtballon in de verte, zie je dat? Oeh, waarom gaat hij op zijn remmen staan? Waarom gaat hij op zijn remmen staan? Zomaar, meneer. Waarom gaat hij op remmen staan, meneer? Wat? Ik ga kijken, wat? Waarom? Ja, jammer dan. Zomaar stilstaan op een weg is niet slim. Echt stom. Jongen, ik zit mijn mail te kijken. Dan gaat het weer mist. Precies. Ik had het niet eens gezien, jongens. Ik zei het toch, als je je mail kijkt, als je bezig bent met je telefoon. Hier, ik ben af naar beneden aan het kijken. Ik zit zo wat op de andere weg alweer. Nou goed. F5. Ik klik op F5. Nou, dat is mijn route, dat interesseert me niet.
annuleren de huidige opdracht. Nou, dat doen we niet. Maar ik wil wel in deze aflevering tanken. Ik heb schade opgelopen, zie ik. 17% schade aan mijn, aan mijn cabine. En 3% schade achterin. Nou, mijn zaagsel, dat... het zit toch al door elkaar, die zaagsel. Dus het maakt eigenlijk helemaal geen reet uit. Vind ik dan, is mijn opinion. Ik ben benieuwd of we nog wat tegenkomen. Ik ga sowieso voor die benzinestation. Ik weet het, het klinkt misschien raar. Ik ga het gewoon doen. Ik vind het belangrijk om te gaan tanken met deze vrachtwagen. Want ik weet trouwens niet of dit dezelfde vrachtwagen is. Ik weet ook niet of wij vorige keer ook zaagsel hebben Oh, die bloemen! Oeh! Kijk hoe mooi! Prachtig. Zonnebloempjes. Ik weet niet, dat ze zonnebloemen kweken in het openbaar. Meestal toch in die kast of niet? Nou, die gaan we inhalen, jongens. Die rijdt zo sloom. Oké. Daar gaan we net langs, joh. Zo, dat is creepy. Oh ja, dan moeten we natuurlijk naar links. We moeten natuurlijk naar links. Wacht even, let op. Oh, er komt een vrachtwagen. Jongens, jongens, dit gaat spannend worden. Oh, dit, creepy dit. Oh, hij moest op zijn remmen, zeg je dat? Oh, dat was echt creepy. Dat heb ik ook als ik in een bus zit, jongens. Dan gaat een bus bijvoorbeeld inhalen. En dan moet je dus eventjes rijden op een weg. Op de andere kant van de weg. En dan komt er weer net iets aan. En dan denk je van, gas door, gas door. En vorige keer moest hij echt... Ik zat vorige keer in de bus. En echt keihard moest hij gaan gassen. Op scherpe bocht. Of niet, hoef je dat niet te doen, nee. Hé, hey, weer die boomstammen. Oké. Zo mensen, ik ben weer terug. Excuus voor het ongemak. Ik drukte even op de verkeerde knop. Maar wat ik zeg wou, vorige keer zat ik in de bus. En toen moest hij hem echt heel erg flink ontwijken. Ik denk, oké, YOLO. Oké, we moeten hier de bocht nemen. Dus dan ga ik mijn knipperlicht weer naar links doen. Want we gaan naar links. Zo. Dan gaan we even wachten, want misschien komt er wat van rechts aan. Kijk, daar moeten we even op wachten. En dat bord is volgens mij dat het eenrichtingsverkeer in is ook logisch, want... Oh, net! Zo, je hebt geluk dat hij niet... Jongens, ik moet naar links. Kom op, laat me even erdoor. Kom op. Ja, jammer dan. Ik ben eerst. Anders kom ik nooit verder. Hij stopt automatisch. Oh, dat is wel makkelijk. Mijn knipperlicht stopt automatisch als ik de bocht heb genomen. Easy. Time to say goodbye. Amsterdam-Rotterdam. Wel jammer dat er maar twee verkeersborden staan. Echt zo van, je kan alleen naar Brussel en je kan alleen naar Amsterdam en Rotterdam. Zo, dat was close. Nou, Brussel willen we niet meer in. Dan moet je hier naar rechts. Maar we moeten natuurlijk richting Rotterdam, want dan gaan we terug naar ons huisje. Voor mij is dit spel ook best realistisch ingezet. Volgens mij... Wat ga je doen? Volgens mij is het spel zo realistisch ingezet... dat als je ergens eindigt... bijvoorbeeld je eindigt in Londen of zo met je vracht... dat je dan alleen vanaf Londen vracht kan... ergens naartoe kan brengen. Ik denk dat het spel een beetje is. Oh, ander van het stuur... Zie je, als ik mijn handen van het stuur of haal van de WASD, dan gaat het mis. Zo, YOLO. Ja, stop maar. Ja. Oké, we zitten op de A1 richting Rotterdam. En zoals we moeten in de gaten houden, we zijn er binnen 1 uur en 36 minuten. Dus het duurt nog heel eventjes voordat we daar zijn. Ik dacht eerst, toen ik het voor het eerst zag, het spel, dat het echt... Ja, ik heb simulatorspellen gaat soms echt op werkelijke tijd. Dat je echt gewoon 3 uur bezig bent met een vracht, dat kan. Maar de minuten gaan bijna in 3 seconden. Even kijken hoor. 1, 2, 3. 3 seconden over 1 minuut. Dus het gaat wat sneller dan normaal. Anders was je echt 1,5 uur bezig met rijden. Ik denk dat niemand dat wil doen. Oké, we gaan even buitenview nemen. Oeh, die auto. Sorry. We kunnen nog meer camerastandpunten van de bovenkant. Oh, apart hoor dit. En vanaf nu zitten we voor mij op die vrachtwagen. Dus achterkant. This point of view. Dus aan de zijkant, wat er ook wel best vet uitziet. Scherpe bocht.
En dit is GTA-stijl ook. Nou, laten we gewoon even erin zitten. Ik vind Simulator hoort, je hoort je een vrachtwagenchauffeur te voelen. Dus ik vind dat we dit gewoon moeten doen. En je kan ook lekker uit het raam hangen. Dat vind ik geniaal bedacht hoor. Oh, er kan één stoel naast me. Er kan maar één iemand. Meestal hebben ze ook zo dat ze nog een stoel ernaast kunnen plakken hoor. Oh, de vangrail. Kijk, windmolentjes. Volgens mij zitten we al in Nederland. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Even kijken, wat staat er op dat bordje? Kijk hoor. Parkeren 200 meter. We kunnen parkeren, maar ik weet niet of we dan op tijd komen. Een tankstation. Oké, daar gaan we naartoe. Een tankstation. Deze niet. Dit is als je wil slapen of even rust wil nemen. En even kijken hoor. Dan gaan we hier dadelijk naar rechts toe. Ik weet niet of het deze is. Ik denk het wel. Ik ga het gewoon doen. Oh, 30 km per uur. Ik ga veel te hard. Oké, waar kan je tanken hier? Ik denk hiernaast staan of zo. Ik weet het echt niet. Ik ga tanken. Zo. Oké, gooi maar vol. Ik zie daar wat groens. Wacht even. Ik denk dat je daar naar de groene moet toe. Wacht even. Ja. Kijk. En nog een beetje naar voren. Prijs, dieselprijs. €1,41. Druk op E om de motor uit te zetten. Houd de knop ingedrukt om te tanken. Oké, dit kost aardig wat geld. Je zoveel geld? Kost dat zoveel geld? Nou goed, we gooien hem helemaal vol. Ik betaal gewoon, serieus, is dat echt zoveel geld, joh? Moet hij helemaal vol? Oké, we hebben hem helemaal vol gezet. Oké, de tank is vol nu. We hebben geen problemen, we hebben voor €600 getankt of zo. Echt bizar veel. En nu gaan we weer op de normale snelweg. Eindelijk, we hebben getankt. Ik voelde best wel cool. Vorige keer zaten we bijna zonder brandstof. Oké. Dat weet ik nog. Moet je achterom kijken zo? Komt er wat aan? Nee, niks. Ik voeg gewoon in. Huppakee. Dank u wel. Oh. Zo. Alles in de gaten houden. En hoe hard mag je hier? 100. Nou, dat haalt hij niet eens. Ik ben benieuwd of ik nog op de goede baan zit. Hij is rood, maar voor mij, hij was toch ook groen eerst? Nou ja. Het is 5 voor 4, staat op mijn klokje. 5 voor 4 en de vracht moet geleverd worden. Maar we hebben nog 39 minuten en dan zijn we gearriveerd. Oftewel nog 39 kilometer, 38 inmiddels. En volgens mij is dit de Zeelandse brug. Ik denk het wel. Moet je eerst onder een tunnel door als je vanaf België komt, maar weet ik niet zeker. Sowieso is dit van Zeeland nagebootst. We hebben natuurlijk de Grote Berg. Nou, dan is het niet meer heel ver. Volgens mij kom je dan langs... waar kom je dan langs, jongens? Ik weet het misschien nog wel. Nee, niet daar. Nee. Oh, ik weet het even niet meer, joh. Je hebt Zeeland en dan had je nog een plaatsje wat heel bekend was. Ik weet het niet meer. Voordat ik domme dingen ga zeggen, ga ik het niet zeggen. Dat is misschien wel slimmer. Maar ik ben wel eens naar Zeeland gegaan, want familie van mij woont in Zeeland. Dus dan kom je af en toe wel eens over de brug heen. En als je naar België moet, waar ik naar Bobbyland, gingen we natuurlijk ook over de brug. En we gaan geen mensen dwars zitten deze aflevering. Ik heb er geen zin in. Vorige keer hebben we natuurlijk die auto al helemaal van de weg afgereden. Ik wil nou gewoon even rust. Ik bedoel, het is mijn vrije dag. In de game dan, hè? Ja, het is ook mijn vrije dag nu. Zo, kijk eens op auto's. Damn. Oh, bijna in de vangrail. Ik let weer niet op. Ik zag die auto's. Ik dacht, wauw, dat wil ik ook wel vervoeren, zeg. Oh. Dank u wel. Volgens mij zijn we er bijna. Ja, we moeten daar naar rechts. We zijn al bijna Rotterdam. Het gaat zo snel, jongens. Centrum. We gaan naar het centrum. Niet het centrum van Rotterdam. Ik heb ook helemaal geen mensen over de... Ik zie wel de Erasmusbrug al. Of de... Ja, Erasmusbrug ook. Maar ook de... Oké, uitzetten. Oké, gaan we naar voren. En die man rijdt heel vervelend.
En weer die auto's. Kijk dan. Het zijn allemaal dezelfde automerken, zie je dat? Ja, logisch. Voor mij zitten er ook maar 3 merken of zo van auto's in de game. Oh, we kunnen vooruit. Ik moet hier naar voren. Ik hoop dat die man naast me niet naar links moet. Brave jongen. Ik ben benieuwd of dat je over de Erasmusbrug kan rijden. Ik heb daar best wel zin om dat een keer uit te proberen. Maar ik zie geen weg die daar naartoe leidt. Of ik... Kijk, ik kan hier wel naar rechts. Zal ik het proberen? Nee, dat is ook allemaal afgezet. Rood! Oh shit, ik ging door rood heen. Hè? Verdik me, ik let er weer niet op. Oké. Okay. Gelukkig krijg je geen bekeuring als je niet naar links of rechts gaat. Ik denk dat we hier naar links moeten. Ja, zullen we dat maar even doen. Scherpe bocht. Scherpe bocht. En als het goed is, zijn we gearriveerd op de plek. En hebben we onze automatisch parkeren. Dat was helemaal goed. Ik ga mijn licht aan doen, jongens. Ah! Zo, liggie. Oké, we hebben niet zoveel XP omdat we wat boetes hebben voor schade. En ik zie dat we wel een basisbeloning hebben. Want we zijn nog, we hebben wat XP verdiend. Niet zoveel als vorige keer. Dus ik denk dat ik wat minder mijn best heb gedaan. Maar we hebben in ieder geval wel meer geld. En we hebben 453 kilometer afgelegd. Nou, dat vind ik gaaf. Dat vind ik een prestatie, jongens. Volgende keer gaan we weer een andere opdracht krijgen. Gaan we weer naar iets anders rijden. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. En kijk zeker volgende keer terug naar weer een nieuwe aflevering van Vrachtwagen Vincent. Vrachtwagenchauffeur Vincent. Doei mensen, doei. Outro.